Wel, het is zo, dus Chokri Magazine en zijn vrouw Martin Peermans, die hebben in 1996 een vennootschap opgericht, die heet Kepasa. En Kepasa is dus een vennootschap die onder meer diensten levert aan Pukkelpop. Niet alleen aan Pukkelpop, maar hoofdzakelijk aan Pukkelpop. En wat is er nu gebeurd? In 2010 hebben dus Chokri en zijn echtgenote aan zichzelf een winstuitkering uitgekeerd, hè, zoals dat heet, van bijna 1 miljoen. Het ging exact om 882.353 euro. Dat is 47 keer zoveel als uw eigen kapitaal als vergoeding. Dat mag tellen zo'n rendement. Dus hier had hij toch sterker uitgekomen als hij gezegd: kijk, ik doe dat inderdaad. Ik stort een deel van dat dividend terug of ik doe een kapitaalsverhoging. Waardoor dat Pukkelpop gemakkelijker volgend jaar terug kan georganiseerd worden. En waardoor we als de mensen een eerlijke vergoeding kunnen geven voor het feit dat het niet is kunnen doorgaan.